Noah vraagt welke fiscale regels gelden bij verhuizen. De fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek zijn op zich al ingewikkeld, maar bij verhuizing naar een andere koopwoning wordt het vaak extra complex. Normaal mag je alleen hypotheekrente aftrekken voor de woning die je hoofdverblijf is. Maar bij een verhuizing mag je onder voorwaarden tijdelijk zowel voor je oude als je nieuwe woning de hypotheekrente aftrekken. Sinds 2013 gelden strengere voorwaarden voor renteaftrek, zoals de verplichting om binnen 360 maanden de hypotheek af te lossen. Maar heb je nog een oude, aflossingsvrije lening van voor 2013, dan mag je die meestal meenemen onder de oude voorwaarden naar je nieuwe woning. Realiseer je een overwaarde bij de verkoop van je woning, dan moet je die overwaarde investeren in je nieuwe woning. Alleen de rente voor de hypotheek die nodig is om het resterende deel van de koopsom te financieren, is nog fiscaal aftrekbaar. Leen je toch meer, dan zit dat deel in box 3.